Meneer Tardieu, de vergadering is vandaag toch vrij vroeg afgesloten, omdat er onder andere ook hier op Rahimal Buiten grondbriefjes uitgereikt moesten worden. Hoe is het gegaan? Vrij vlot. vlot zeg ik, omdat de vergaderingen van de frontleiders meestal tot laat in de nacht voortduren. Ik moet zeggen dat het thema was hoe verder. En iedereen heeft natuurlijk zijn zegje gedaan. En ik mag zeggen, voor wat de VHP betreft, is mijnerzijds aangegeven dat een beslissing van hoe verder afhankelijk moet worden gesteld van een terugblik van wat wij gepresteerd hebben. Vastgesteld kan worden dat wanneer we een terugblik doen, dat wij moeten constateren dat wij toch een stukje maatschappelijke rust hebben gehad de afgelopen 5 jaren. In principe is het een continuering van het beleid na 2000. We hebben vrede gehad in de samenleving. We hebben een situatie gehad waarbij hard gewerkt is aan de veiligheid van de burger. In een wereld, en ook in Suriname, waar er sprake is van toenemende criminaliteit, is het dat we niet helemaal tevreden zijn. Maar moet worden aangegeven dat niks wordt nagelaten om de veiligheid van de burgers toch te garanderen. Natuurlijk zijn niet alle problemen opgelost. Natuurlijk zijn niet alle wegen geasfalteerd. Natuurlijk zijn er nog mensen die arm zijn en die de nodige aandacht behoeven. Maar binnen het kader van het mogelijke is er hard gewerkt. En het resultaat is niet van 1 minister, is niet van 1 politieke partij. Het resultaat van de regering is er 1 van collectiviteit. Alle politieke organisaties, hun ministers en ieder op zijn eigen plaats, heeft een bijdrage geleverd dat we vandaag kunnen vaststellen dat we goed bestuur hebben gehad. En uitgaande hiervan dacht ik, althans is aan de orde gekomen, heb ik aangegeven, en dit is de geest welke ook de overige frontleiders aan de orde hebben gebracht, is dat dat wat verworven is, moet worden voortgezet. En daarvoor is nodig samenwerking. Daarvoor is nodig dat we de handen in elkaar moeten slaan. Daarvoor is het nodig dat we niet moeten letten op kleine problemen en meningsverschillen. Die zijn er en die gaan er blijven. Maar dat wij waardegebieden van wet en recht, dat we daaraan vooruit moeten, een voorrang moeten geven, en aan de ontwikkeling van de natie, de vooruitgang van de samenleving, dat die waarden zijn welke wij kunnen bereiken wanneer we met elkaar samenwerken en samengaan. Dit zijn de motieven die hebben geleid tot de conclusie, voortzetting van de samenwerking in Nieuw-Frontverband. Maar wat hebben jullie dan verder afgesproken? Nou, de volgende stap is de toebedeling van de posities. Bij de DNA-lijst, bij de lijst van districtsraden, de posities van de resortraden. We hebben natuurlijk een raamwerk zoals dat gegolden heeft bij de verkiezingen van 2000 en bij de verkiezingen van 2005. Maar dat zal nader moeten worden bekeken. Hiervoor komt het nieuwe front woensdag aanstaande weer bij elkaar. En we gaan kijken of we met betrekking tot het positioneren van de respectieve politieke partijen, dat we daarover duidelijkheid kunnen brengen. Meneer Somohardjo, Percaya Luhur heeft toch besloten om in front te blijven? Percaya Luhur is in het front. Ja. Kijk, we hebben gezegd, we altijd te kennen geven dat we vrienden willen blijven. En we gaan door. De zaak gaat volgende week woensdag door. Ja, maar nu gaat u toch blijven, want dat is de afspraak vandaag gemaakt. De afspraak is altijd dat we in van willen blijven. We gaan nu kijken naar de posities. U was natuurlijk nooit weg, maar er was sprake van dat u zei van, posities zijn belangrijk. En kijk, posities zijn ook belangrijk, want als we het bekennen dat wij groeien, dan moet dat gewaardeerd worden in posities. Maar we zijn niet klaar. Woensdag gaat de zaak verder. Ja, maar voor vandaag is er wel een afspraak gemaakt. Ja, voor vandaag is een afspraak gemaakt. En dat wat ook gebeurt, wij geen andere alternatieven. Dus
Ja, niet al die partijen horen. Bent u een beetje opgelucht dat het duidelijk is nu? We hebben gezegd, geen enkele partij is tegen de democratie. Partijen zoals NPS, VAP, SPA, DA in 90, A-combinatie, zelf doe en middel. Ik heb geen enkele partij gehoord dat ze dan voor de dictatuur zijn. Dus wat ook gebeurt, komen we eens weer. En ik mag u zeggen dat terwijl u hier zat, president Venetiaan, de heer Somohario, de heer Kastelen, mijn persoon, andere prominenten van de NPS, de VHP, de partijen Le Hoer en de SPA, een beslissing hebben genomen om zoals wij de afgelopen 5 jaar, eigenlijk 10 jaar hebben samengewerkt, om de komende 5 jaren weer samen te werken.